Minister Ildis Polaak-Bigli van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen 10 computers in ontvangst genomen uit handen van de Chinese ambassadeur Liu Guan. Eerder heeft de Chinese ambassade het ministerie 5 laptops, een kopieermachine en een scanner geschonken. Minister Polaak-Bigli geeft aan dat deze geste ertoe zal moeten leiden dat ambtenaren meer gaan schrijven. Ik wil zien dat Surinaamse ambtenaren, maar meer nog diplomaten, meer gaan schrijven. Meer gaan produceren van wat we denken over diplomatie en de geopolitieke gebeurtenissen en bewegingen die eigenlijk bijna dagelijks nieuw zijn. En wij hebben in ieder geval een partner in de Chinese gevonden om ons daarin te ondersteunen, om kleine onderzoeksprojecten te financieren. Dat is het idee. We hebben de eerste aanleg gehad. Inleg, dat is 100.000 SRD geweest. En wij zullen dus op jaarlijkse basis dat krijgen van de Chinese ambassadeur. Ambassadeur Liu Guan vindt het een waar genoegen om met Suriname samen te werken. Hij illustreert dit met enkele voorbeelden. Not long ago, the Chinese political consultative conference vice chairman, he came to visit Suriname, and that enhanced the relationship between our two countries. And also at that time, he represented the government of China and donate 500,000 yuan Chinese office equipment. It will be coming to Suriname very soon in September. So, and also we have CCPIT, that is the trade organization of China. And the vice president came to Suriname and they signed MOU with GAGAF to further strengthen the relationship in economy and trade relations. And the project of 350 houses is going to start. And we have already people coming to Suriname to do the preparation work. Ambassadeur Liu Guan vanmorgen bij de schenking van 10 computers aan de minister van Buitenlandse Zaken. De schenking heeft plaatsgehad op het kantoor van de BUSA-bewindsvrouw.